ik denk dat passie en drive essentieel is om iets op te starten en iets vol te houden. Mijn ouders hebben mij eigenlijk in de vakanties laten werken om een centje bij te verdienen. Ik ging van tuinonderhoud tot bij poetsfirma's, kantoor gaan kuisen. En ik heb daar eigenlijk heel veel van geleerd. Ik heb toen heel veel heel hardwerkende mensen leren kennen, waar ik eigenlijk een hele goede band mee had. Maar langs de andere kant had ik ook zoiets van, dit wil ik niet heel mijn leven blijven doen. Die mensen keken heel hard uit wat ze in het weekend zouden doen of 's avonds zouden doen. En ik dacht van, dat ga ik proberen voor mezelf om te draaien, om uit te kijken wat ik overdag doe. Dat heel prettig is en dat inspirerend is en dat dat het leven is. En niet alleen mijn leven laten afhangen van een hobby. Mijn leven is beheertikt, is ondernemer zijn en is hier aan de kar trekken om ervoor te zorgen dat dat draait. En ik hoop dat dat voor de medewerkers ook geldt, dat ze zich kunnen vereenzelvigen. Want uiteindelijk, je bent meer dan 8-9 uur per dag op je werk, iedereen. En ik zou het heel jammer vinden dat aanvoelt als een soort van dienstplicht. Evert, Dirk en ik, de drie oprichters van Beergetikte, ik heb hen leren kennen in Amsterdam, waar ook ik na mijn studies nog 2 jaar bij gestudeerd op het Berlagen Instituut. En eigenlijk daar hebben wij beslist om met Beergetikte te starten. En hadden we een plek gehuurd in het centrum van de stad, een klein kantoortje, waar dat wij met ons gedrieënd aan die 6-7 projecten in het begin werkten. We voelden wel van, met ons gedriend, dat is een soort van, een beetje zoals de Coca-Cola, een geheim recept en niemand precies weet hoe het in elkaar zit. En wij deden dat ook met heel veel goesting en wij deden dat ook 100%. We waren er van 's morgens tot 's avonds mee bezig en in het weekend en wij deden er alles voor. Wij hadden ook niks. We hadden ene computer voor ons gedriend en wij spraken af via een computer had. We hadden ene gsm voor ons gedriend en wij spraken af. Dat was allemaal afspraken. Als we een beetje geld hadden, kochten we een tweede computer. En dan een derde en dan een tweede telefoon. En zo zijn wij echt begonnen met letterlijk niks. Na 20 jaar Beergetikte hebben wij ons bedrijf geherorganiseerd. En zo zijn wij tot een nieuw organigram gekomen, waarin dat we zelfsturende teams hebben, die dat eigenlijk heel veel autonomie krijgen en die dat bijna autonoom een aantal doelstellingen moeten realiseren. En dan zie je toch dat de betrokkenheid van heel veel mensen veel groter is geworden bij het bedrijf. Het zijn nu de teamleiders die daar mee de projecten kiezen die dat wij als Beergetikte aanvaarden of niet aanvaarden. We zijn met 55 mensen, dat zijn 50 architecten, 5 mensen administratie. En al die 50 architecten zijn allemaal ontwerpers. Dus dat wil zeggen dat zijn 50 verschillende mensen, architecten, met verschillende achtergronden, met verschillende smaken. Maar 2 keer in de week hebben we de reflectiekamer. En de reflectiekamer is eigenlijk een soort van tweede lezing. Is eigenlijk waar al die ontwerpers wat dat ze die week hebben bedacht of ontworpen, of de stappen dat ze hebben gezet, voorliggen. En in die reflectiekamer wordt eigenlijk alles nog eens in vraag gesteld. En dat blijven we herhalen, totdat we allemaal van overtuigd zijn, oké, het is klaar. Allee, het kan gebouwd worden of het kan gepresenteerd worden aan de klant. En dat is niet altijd gemakkelijk. Je moet ook eerlijke vragen stellen natuurlijk, want het mag niet over smaak gaan. Het gaat niet over gelijk hebben, het gaat over gelijk krijgen. Dus je moet met argumenten elkaar overtuigen waarom iets beter is. Een heel belangrijke waarde bij ons is duurzaamheid. Een gebouw staat er voor heel lang, dus je moet je heel goed nadenken, is het nodig? Het meest duurzaam gebouw is het gebouw dat niet gebouwd wordt, want er staat eigenlijk al heel veel. Dus je moet je heel hard afvragen van wat dat er vandaag staat, kunnen we dat niet optimaliseren door dat opnieuw te gebruiken? En dat is dat Second Life, waar dat we dat bijvoorbeeld voor Scoutshuis hebben gedaan, waar dat we met heel weinig middelen, met de middelen van de Scouts en Gidsen Vlaanderen, waar dat we een soort van kampplaats hebben voor gemaakt voor de hoofdzetel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De eerste jaren van Beergetikte waren we vooral bezig met kleine architectuurprojecten en met architectuurwedstrijden voor publieke gebouwen. Na 10 jaar ben ik de ronde gaan doen naar de grote projectontwikkelaars en hen te gaan overtuigen van kijk, we zijn klaar. We kunnen nu ook die zogenaamde commerciële projecten gaan doen, zijn de huisvesting. En dan zijn we eigenlijk die 2 gaan combineren. We doen nog altijd heel veel wedstrijden voor de creatieve sector, maar we doen ook die hele grote stedenbouwkundige projecten voor projectontwikkelaars. En dat maakt het net heel fijn, omdat enerzijds krijg je een soort van balans, want die hele kleine tentoonstellingsprojecten voor een VZW brengt er eigenlijk niks op. Dus als je dat gewoon louter financieel bekijkt, moet je eigenlijk als ondernemer zeggen, dat gaan we niet doen, dat is een verliespost.
Maar eigenlijk vinden we dat net belangrijk bij, in een DNA van Bert Ecker, dat we dat wel doen, omdat dat ons heel veel energie geeft, omdat dat gewoon heel fijn is om ook met die kunstenwereld bezig te zijn, om daar dingen te mogen ontwerpen. Doen we dat nog altijd? En kunnen we dat eens ook permitteren, omdat er andere projecten, bijvoorbeeld de projectontwikkelaars of de hele grote projecten voor de overheden, wel som geld genereren, die dat we eigenlijk kunnen gebruiken om die andere projecten ook binnen ons kantoor mogelijk te maken. En dat geeft een heel bijzondere dynamiek in de reflectiekamer, in ons kantoor en in al de verschillende teams.